Ik ben Cynthia Stijger, ik ben schrijfster en dichter. En ik heb twee dyslectische dochters, dus ik dacht, hoe kunnen zij anders dan alleen maar lezen en met platte letters bezig zijn, hoe kunnen zij leren om woorden zo vorm te geven in hun hoofd, zodat het ook echt blijft hangen. Mijn idee was om te experimenteren met letters, omdat kinderen die moeite hebben met lezen vaak beelddenkers zijn en heel erg gebaat zijn wanneer ze een beeld kunnen maken bij een bepaalde lettercombinatie. Bijvoorbeeld hier oog, dat schrijven ze vaak met één o en hier heb je dan twee ogen en dat maakt dan het woord oog. Dus dan heb je veel meer een beter beeld, zeg maar, van het woord. Bij oog dacht ik ook aan een brilletje of een binocle waar je doorheen kunt kijken. Vandaar de vorm. Ja. Hetzelfde is hier met laars, bal. Bed heb ik hier gemaakt. Dat is heel tastbaar. Het heeft de vorm van een bed. Ja, dus ik heb een beetje zitten knutselen met letters. Hier heb je bijvoorbeeld de A. Verder heb ik geprobeerd om poëzie te maken. Om eigenlijk in plaats van op het platte vlak bezig te zijn met woorden, om dat meer de lucht in te brengen. En dat is dit uiteindelijk geworden met het... Dat heb ik op een... als mal, zeg maar, heb ik een fles gebruikt. En zo kun je dat ook doen met... Nou ja, echt een flessenmodel, zeg maar. En dan kun je ook weer gebruiken voor als lamp of gewoon om als cadeau te doen.